Ik wist niet dat er in Philadelphia zoveel comic book shops waren. Dit is Atomic City Comics en daar gaan we nu naar binnen. Atomic City Comics in Philadelphia. Eigenlijk weer een compleet andere winkel. Maar eigenlijk komt het ook overal hetzelfde neer. Maar dit heeft wel een hele... die andere is iets netter waar we zijn geweest. Dit heeft een echte comic-y vibe. Als je binnenkomt, de back issues, banners voor de liefhebbers. Een hele hoop manga. There you are. En hebben we de dobbelsteentjes. En hebben we de poppetjes. Zelfs Rocky poppetjes, wat vet. MTV. En hebben we hier de comics die je zelf heel mooi vindt. All Ages. Zit hier heel erg in op All Ages. Natuurlijk ook pops, maar een heel klein beetje. En dan is dit tot en met het einde de nieuwere comics die uitgekomen zijn. Superleuk. Maar allemaal spullen die we in Nederland ook kunnen krijgen. Niet echt heel bijzonder, maar wel heel leuk. Wel heel leuk, zonder meer. We hebben een hele toffe Punisher-kast die jammer genoeg niet aanstaat. Of Spider-Man de videogame die jammer genoeg niet aanstaat. Die zou ik wel wat eurotjes aan of dollars aan. Hé hey, jongen, ik krijg gewoon een Nederlander hier. Ja. We hebben vakantie. Ja. Waar kom je vandaan? Bang. Ja, je woont hier? Is je local comic book store? Sorry? Is dit je local comic book store? Ja, gelukkig wel. Kijk, mooi toch? Dit is een hele mooie. We zijn voor Comic Talk NL, een Nederlandse podcast. Grappig. Ja, ik hoorde het net al. Gewoon Nederlands hier. Nog een Nederlander. Hoe toevallig is dat? Komen ze overal tegen Nederlanders. Dit is de meer independent en dan hebben we hier weer een hele hoop trade paperbacks, t-shirtjes. Knuffels en weer in elkaar de kast niet in staat. Ik zie een beginnend thema te zien hier. Maar wel een hele toffe winkel dit. En Nederlands gezien. Zouden we deze bijna vergeten. Ze hebben heel veel bekers. En Transformers poppetjes. En pin en Wakanda paspoort om erin te doen. En dit is de equivalent van de Wall of Fame. Oorbellen voor nerds en een masker van Dr. Doom. Popjes weer. En nog wat. Kortom, hele vette winkel. En natuurlijk, wat heb ik gekocht? Twee hele toffe dingen. Een 3D-versie van Deadpool. Echt gek van oude 3D. En iets local, Pro Wrestling Pop. Een comic over worstelen uit de jaren 80. Zag er onwijs tof uit.